Zo, dit is dan mijn eerste poging om mijn escapades in War Thunder vast te leggen. We hebben dit spel ongeveer een weekje of twee. En dus nog niet zoveel ervaring als de rest van de spelers. Maar we doen ons best. Voor deze keer ben ik samen aan het vliegen met Commander Pluis. Je ziet hem daar al zijn mooie rode strepen in de lucht achterlaten. En hij besluit om mij als kanonnenvoer te gebruiken door mij lekker voorop te laten vliegen. Ach ja, die jeugd van tegenwoordig heeft toch ideeën, hè? Nou, zoals het normaal gaat in deze kaart, zie je daar beneden een paar gronddoelen die we zouden moeten vernietigen. Maar Commander Pluis en ik vinden het toch altijd grappiger om zoveel mogelijk vliegtuigen uit de lucht te schieten. Ook al gaat dat niet altijd met het door ons gewenste effect. Hem lukt het altijd wat beter dan mij. Maar ik heb deze opgeslagen juist omdat ik een goed moment had gevonden. Nou, laten we dat maar eens de eerste aanpakken. Dat is hetzelfde type vliegtuig als wat ik in vlieg. Dus het zijn allemaal in lage levels vliegtuigen. Oh. Daar dacht een Jonkers mij even op de korrel te kunnen nemen. Van de neus uit. Nou, laten we maar eens even kijken of die niet verschrik kunnen aanjagen. En ja hoor, nou weet ik niet of ik geholpen ben door de bom die hij af heeft gegooid. Maar ik zeg even goed, bedankt. Nou, dan maar naar onze volgende klant. We hebben hem al een klein beetje kunnen laten roken. Ting. En daar hebben we ons tweede vliegtuig al op de naam staan. Nou, dan zou ik toch denken van dat is een goede start. Ik zal op niet te veel rekenen. Want ondanks dat het lijkt alsof ik hier heel goed aan vliegen ben, geef ik zo meteen toch even de demonstratie van hoe het eigenlijk niet moet. Maar dat komt zo wel. Ondertussen word ik van achter een klein beetje gepenetreerd, wil ik niet zeggen, maar je hoorde de kogels wel inslaan. Ik denk, laat het maar even langs. Als je toch zo graag voorbij wilt. En wonder boven wonder, lukt dat ook nog? Nou probeer ik hier een klein beetje te sniperen van een iets te grote afstand. En, nou ja, laten we dan maar geen kogels op verliezen, want dat heeft toch geen zin. Op zoek naar de volgende. Ondertussen is Commander Pluis zijn eigen leven gaan leiden, want ik zie hem en zijn rookpartij helemaal niet meer op de map. Maar ja, ai, en daar was het voorbeeld hoe het mis kon gaan. Een head-on met een ander vliegtuig. En dat zag er behoorlijk amateuristisch uit. Maar wees niet bevreesd, zometeen zal ik laten zien hoe het wel moet. Toch maar even in een ander vliegtuig gekropen. Dit is dan een iets hogere level met iets grotere machinegeweren erin. Niet de 7 mm wat de Henkel heeft, maar je hoorde wel aan het geluid. De 12,7 mm. Amerikaans noemen ze dat de .50. Slaat dus iets grotere kaart erin. Vuurt wel iets langzamer. En de kogels vallen ook iets eerder, maar tja, niks wat een beetje goed vliegen niet zou kunnen oplossen. Daar zag ik dus even wat vlak langs me vliegen. Ik denk, wat probeer ik ook maar. Het grote verschil met deze ten opzichte van de vorige wat ik heb gekomen is dat dit een snellere machine is. Maar het is iets minder wendbaar. En je moet er ook op letten met de bochten. De zegelplaat valt niet te steil in. Anders val je zo uit de lucht. Dank je. Dat was kill nummer 3. En we gaan er eens kijken naar het volgende geval. Oh, daar heeft zich al eentje gemeld. Achter me weliswaar. Maar ik heb er voor mij ook nog eentje. En
hier moet je inderdaad heel goed op letten dat je niet zo dwars in de lucht komt te hangen dat je tegen de grond slaat. Maar mijn doelwit had besloten om in de ruit te gaan. Ik dacht van laat ik de vleugel maar even iets verder spreiden dan goed voor me is. Weer op zoek naar daar wordt even een onze op de korrel genomen. Even kijken of die een beetje kunnen helpen. Iets te veel snelheid, dat heb je met dit vliegtuig wel eens. Ik had iets eerder van de kast had moeten gaan, maar gelukkig kan ik weer op zijn staart kruipen. Het is een Nimrod, daar ben ik nooit zo blij mee om nu als tegenstander te hebben. Want de meeste Nimrod-piloten zijn behoorlijk goed. Maar ook deze hebben we succesvol kunnen laten landen. En hier komt dan een head-on, zoals die wel op het laatste moment even van opzij. En dan kom je er tenminste zelf ongezonden vanaf. Je kunt aan de snelheid van de kogels, dat kon je bij de vorige niet zo goed zien omdat ik stealth munitie gebruik. Dat is dus geen munitie waar een lichtspoor achterlaat, zodat je zelf iets onzichtbaarder bent voor degene die aan het aanvallen bent. Maar deze kogels gaan een stuk langzamer en vallen dus, als je niet goed uitkijkt, een stuk achter het vliegtuig wat je op de korrel hebt genomen. Allemaal dingen waar je rekening mee moet houden, maar in het heetst van de strijd wil je dat nog wel een keer vergeten. En dit was wel heel heet, die strijd. Maar goed dat het geluid ondertussen, toen wij aan het spelen waren, niet was opgenomen. Want dan hoor je wat schreeuw op en neer, gejuich op en neer. En helaas ook wel eens wat vloek op en neer. Ondertussen is het de lucht een klein beetje dun gezaaid met tegenstanders. Dus we moeten iets langer zoeken voordat we weer iemand hebben gevonden die de moeite waard is om een hagelbui los te laten. Maar we hebben ook een beetje. Nou weet ik niet wat daar boven gebeurt. Die regen van kogels wat daar voor me neerdalen, maar ik dacht van laat me geen risico nemen. Als ik die heb afgeschoten, moet ik meteen uitwijkende acties ondernemen. Voor het geval dat toch iemand besluit om op mijn staart te gaan zitten. En dat was dan kill nummer 6. Heel netjes. En we waren ontzettend blij met het resultaat. Nou, ik ietsjes meer dan Command Plus, want je ziet het. 6 kills versus 3 kills. Daar was hij iets minder blij mee. Maar ja, niet iedereen heeft altijd zijn even goede momenten. Dat was het dan. Bedankt voor het luisteren en het kijken. En tot een volgende keer.